Goedendag, je kijkt naar de weersverwachting van Weerplaatsen.nl. Op de satellietfoto's zien we dat er veel bewolking is in de omgeving van Nederland. En uit die bewolking valt van tijd tot tijd regen. Het grijze, miserige weer gaat samen met een koude oostenwind. We zien dat het in een groot deel van onze omgeving bewolkt is. Maar in het oosten van Duitsland, daar scheen de zon volop. In Berlijn was het vanmiddag 1 à 2 graden. In Nederland nog geen lage temperaturen, tenminste niet 1 à 2 graden, maar Groningen zit wel dicht in de buurt, want daar is het ongeveer 3 graden vanavond. Verder nog steeds van tijd tot tijd regen en motregen. Het neerslaggebiedje trekt langzaam van zuid naar noordwest over het land. De oostelijke wind neemt iets in kracht af en in het zuiden is het nog redelijk zacht met een graad of 9. Vannacht komen er dan vanuit het zuiden geleidelijk opklaringen. Vriezen gaat het waarschijnlijk niet, heel misschien aan de grond, hier en daar wat lokaal lichte vorst. Maar de minima op neushoogte liggen tussen de 2 graden in Groningen en 7 à 8 graden langs de zuidgrens. En die grote verschillen tussen noord en zuid, die houden we ook morgen overdag. Ze worden zelfs nog wat groter, want in het noorden zorgt een stevige oostenwind ervoor dat het slechts 4 graden wordt. En met een stevige wind bedoel ik windkracht 4 tot op de Wadden windkracht 6. Daar de gevoelstemperaturen rond of onder het vriespunt de hele dag, ondanks dat de zon schijnt. Maar richting het zuiden is het veel zachter. Misschien dat het in Maastricht zelfs 14 of 15 graden wordt. In ieder geval langs de zuidgrens maximaal van 12 of 13 graden. En ook daar schijnt de zon geregeld. Dus het is morgen verder een heerlijke dag. Met vooral 's middags flink wat zonneschijn. 'S Ochtends ook nog een paar wolken. Kijken we dan naar het weekend. Dan ziet dat er ook droog uit. Waarbij zaterdag en zondag de zon het meest schijnt in de oostelijke helft van het land. In het westen zijn er wat vaker wolken. Temperaturen zaterdag 3 graden in het noorden. 7 à 8 in het zuiden. En zondag zijn de verschillen 3 tot 6 graden. In de nacht gaat het dan op steeds meer plaatsen licht vriezen. Maandag ook temperaturen dicht bij de 5 graden. Ook dan flinke zonnige periode. En nog steeds die stevige oostenwind. Dat maakt het echt koud voor het gevoel. En wat er na maandag gaat gebeuren, dat is spannend. En daarvoor heb ik even deze grafieken neergezet. Boven zien we de temperatuur. Maar het zijn 50 berekeningen van de temperatuur. En dat dan voor de komende 15 dagen. In het eerste deel zien we dat er heel duidelijk veel eensgezindheid is. De temperatuur gaat naar beneden, blijft tussen die oranje lijnen. Maar daarna wordt het ineens veel onzekerder. En vooral dinsdag is een hele spannende dag. Dan gaat de temperatuur mogelijk weer fors omhoog naar 5 tot 10 graden. Maar er zijn ook berekeningen die veel dichter bij het vriespunt blijven en die het 's nachts behoorlijk laten vriezen, tot min 5 graden aan toe. En hoe komt dat dan? Nou, dat zien we op de onderste grafiek. Daar zien we de windrichting. In eerste instantie blijft alles tussen de oranje lijntjes. Dat is die straffe wind uit het oosten. En dan zondag wordt het al iets wisselvalliger. En dinsdag dan zien we echt een grote sprong. Dan zijn er ineens heel veel berekeningen die met de wind uit zuidwest tot noordwest komen. Er zijn ook nog genoeg berekeningen die wel in de buurt van de oostelijke wind zitten. Nou, dat zijn de berekeningen die de koude lucht in ons land houden. Maar er zijn dus ook veel berekeningen die vanaf dinsdag voor veel zachter weer gaan. Betekent een beetje dat we een alles of niets situatie krijgen met of aanhoudende koude lucht en dan maximaal tussen de 0 en de 4 graden in het land en 's nachts tot min 5. Maar als die berekeningen uitkomen die de zachte lucht vanaf de Noordzee laten komen, dan gaat de kwik ineens weer flink omhoog en zitten we tussen de plus 5 en de plus 10 graden. De komende dagen zal het allemaal duidelijk worden wie de strijd gaat winnen. Het hoge drukgebied met de oostenwind of een lage drukgebied die voor een westelijke tot noordwestenwind zorgt. We zien dat dan ook terug in de vorstkansen. Die zijn behoorlijk groot tot en met dinsdag. En daarna slaat die twijfel toe en ligt de kans tussen de 40% en 50%. Het is dus letterlijk 50-50, waarbij er zelfs kansen zijn dat de kwik overdag ook onder nul blijft. Dat zien we op de onderste balk, maar die kans is heel klein. Hoe het gaat verlopen wachten we rustig af. In ieder geval de komende dagen aanmerkelijk lagere temperaturen, zeker als je in het noordoosten en oosten woont. Ik ben Michiel Severin van Weerplaza.nl.